Goeiedag en welkom bij een andere aflevering van Q-Time. Dat is een nieuwe productie van Supreme TV waarbij wij met Q-Time, het kan zijn quarantaine time of het kan ook zijn quality time, die heeft namelijk onze voorkeur, samen met u gaan kijken wat Surinamers in deze COVID-periode aan het doen zijn. We proberen hiermee mensen een hart onder de riem te steken om positief te blijven en hopelijk wat inspiratie op te doen van andere Surinamers die in hetzelfde schuitje zitten. Vandaag praten wij met de heer Dennis Baino. Hij is voetballer die al 23 jaar in België woont. Hij heeft hier in Suriname ook een voetbalschool waarin jonge kinderen leren voetballen. Het is zijn initiatief. Hij is de donateur, de coach, de sporter en dergelijke. En hij levert op die manier zijn bijdrage vanuit België aan voetballende kinderen hier in Suriname. Dus een babbeltje met hem, helemaal vanuit België, om te kijken hoe hij zijn Q-time doorbrengt. What made is a little Q-time? Dag meneer Dennis, hoe gaat het met u? Ja, goed met mij, goed. En met jullie daar. Een Surinamer tot in België in deze COVID-periode. Vertelt u ons, hoe bent u daar beland? Het is een heel lang verhaal. Ja. Wel, we hebben tijd, we hebben avondklok, dus ja. Zeg maar. Ik ben rond 1997 in België beland via KVO Stende. Okay. Ik speelde toen bij het Nationaal en toen werd ik gebeld of ik in België wou komen voetballen. Mm-hmm. Dus zo is dat gegaan, en sedert die tijd. U woonde eerst in Nederland? Nee, ik ben van Suriname uit rechtstreeks naar België. Oké. Dus u bent al 23 jaar in België ongeveer? Ja, met de tussenstap in Nederland. Oké. En hoe bevalt België? Ja, ik heb een deel van mijn leven hier, dus ik ben... Het bevalt wel. Eigenlijk het grootste deel van uw leven lijkt me zo, hè? In ieder geval van uw volwassen leven. Ja, de helft daar, de helft hier. Ja, en voetbalt u nog steeds? Ik voetbal niet meer. Ik ben 45 geworden januari. Dus, en wat doet u nu? Ik ben nu jeugdtrainer bij een profclub hier in België, Beerschot. Ja. En dat combineer ik met mijn bedrijf. En zo. Ja, en wat doet uw bedrijf? We zijn leverancier van sportkleding en artikelen en zo. Okay. En daarnaast de voetbalscholen en zelf training geven. Dus u bent nog steeds bezig met voetballen, het is niet gestopt? Het is niet gestopt. Nee. Ze zeggen het is een virus. Ja. Als het eenmaal in je ligt, dan gaat het niet zomaar weg. Ja, okay. Bent u in die tijd dat u in België was nog regelmatig teruggekomen naar Suriname? Jawel, ik ben altijd terug geweest. Ja. Mm-hmm. Ik wil altijd iets terug doen voor Suriname, dus ik ben nooit echt weg geweest, zeg maar. Ja. Okay. Ik woon hier, maar mijn hart is nog steeds hier. Dat horen we van alle Surinamers. Gelukkig, want dan dragen we op die manier ons land over de hele wereld uit. Ja. Maar goed, u aan de andere kant van de oceaan zit natuurlijk ook in de hele corona-COVID-19-crisis. Hoe is het daar bij jullie? Ja, wij zitten al 3 of 4 weken al thuis. Ja. Dus echt thuis. Dus buiten komen is... alleen om boodschap te halen en voor de rest moet je het binnen doen. Ja. Dus, ondertussen al 3 of 4 weken verder. En hoe gaat het met de voetballende jongens? Want... Ja, alles is gestopt, hè? Alles is 3 weken terug. Hebben ze alles stopgezet. Ja. Okay. Dus we proberen die kinderen via video training en zo bezig te houden. Ja. Maar stuurt u dan ook zelf filmpjes voor ze of opdrachtjes voor ze om iets te doen? Hier hebben we via de club hebben we een box waar ze hun training kunnen uitputten. En de voetbalschool in Suriname, daar sturen we geselecteerde video's van YouTube. Ja. Sturen we even, zodat ze dan hun voetbalvaardigheden blijven ontwikkelen. Ja, want die motor moet natuurlijk wel een beetje draaiende blijven, hè? Ja, je kan niet helemaal stilvallen. Nee. Dus, dus de kinderen worden op die manier wel nog bezig gehouden? Nee. Jawel. Wat vindt u, u bent een sportman, zelf uw beroep heeft met sport te maken.
wat is het effect dat zo'n eigenlijk stilstand in alles wat er om je heen gebeurt op de sport en op de ontwikkeling van de sport en van de jonge kinderen die aan het trainen zijn? Het is heel groot. In eerste instantie kijken we nog niet eens naar ontwikkeling en zo, maar meer het economische gedeelte. En hier in Europa is dat een product. Het is heel goed, een grote economie, dus en alles valt stil, is stil komen te vallen. Ja. Okay. Dus het is een hele grote impact. Het mooie van deze situatie is dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Klopt, mondiaal. Hè? Ja, klopt. Ja. En het is niemand zijn schuld. Ja. Ofwel? Nee, het is die, je weet niet van waar het komt. Je hoort verhalen. Je moet daarmee voorzichtig zijn. Ja. Maar als het treft wel iedereen. Ja. Zelfs een domino-steen die valt en die pakt alles mee. Dus iedereen heeft er last van, denk ik. Oké. Wat is de status van het aantal coronapatiënten in België op dit moment? Zo, ik heb net nieuws gevolgd. Ja. Dus als ik het goed heb, waren er ongeveer 2000 mensen nog in de ziekenhuizen. Ja. En daarvan iets van 1000 op intensief care en zo. Mm-hmm. Okay. Dus het is behoorlijk. Ja. En je probeert het te volgen, maar dan ook weer niet te veel. Ja. Want dan is te veel informatie en soms ook niet de juiste. Dus om rustig te blijven, doe ik gewoon met mijn gezin, doe alleen nieuws van officiële bronnen kijken we en dan twee keer op een dag zo. Oké. En u heeft, neem ik aan, nog contact met uw familie in Suriname? Jawel. Met mijn familie heb ik een dagelijks contact, ja. Hier hebben wij tot nu toe de teller op 10 staan, om het maar zo te zeggen. En dan hoor je sommige mensen zeggen, oké, misschien is het beter om in Suriname te zijn, want hier is het nog niet zo explosief gegroeid. Wat vindt u daarvan? Het liefst zouden we allemaal daar willen zijn. Maar aan de andere kant, kijk, als het uitbreekt en je hebt de middelen niet om... Want ik volg ook het nieuws in Suriname en ik zie heel veel langs op Facebook langskomen. Ja. En je hebt de middelen niet om het in toom te houden of te bestrijden, dan is het wel lastig. Ja, dat is waar. Dat is denk ik ook waar de grootste angst voor Suriname in zit. Ja. Oké, maar u bent sportman. Wat doet u? Wat is het advies aan u en uw gezin in huis om zich bezig te houden de hele dag? Nou, we zijn al drie weken bezig en het lukt aardig. Ja. Af en toe naar buiten gaan. We hebben zo'n tuin, daar kunnen we ook buiten zijn om af en toe een beetje lopen. Hier mag je gewoon de straat op. Ja. Niet zo dat je niet buiten mag. Maar wij proberen dat zoveel mogelijk te vermijden. Ja. En, dus het dagelijks leven proberen we andere ritme te geven, zodat het draaglijk wordt. En wat doen jullie? Doen jullie ook iets aan lichaamsbeweging? Heeft u misschien een paar tips voor ons hier in Suriname? Gewoon vanuit je luie stoel of vanuit je bank toch nog in beweging blijven? Ja, wat ik doe is meestal lopen. Ja. Uiteraard niet meer zoals vroeger, maar... Ik probeer wel toch in beweging te zijn, om de ene dag joggen of zo. Oh, toch wel? Dus je gaat wel naar buiten om te joggen? Jawel. Okay. Ja. Dat mag nog, alleen je moet bepaalde afstanden houden en dat soort dingen. Ja. Denkt u dat het beter zou zijn als ook België strenge regels had, net zoals Suriname? De regels in België die zijn streng. Het verschil is dat, kijk, die mensen ze luisteren. Iedereen weet wat het is en Italië is niet zo ver van ons en wij zien allemaal wat er daar gebeurt en in Spanje. Dus die mensen die zijn meer van bewust wat het allemaal kan veroorzaken, zeg maar. En
Ik heb het idee dat heel veel mensen dat nog niet beseffen in Suriname, wat het allemaal kan doen, ja. De corona. Ja, ik snap wat u bedoelt. Het dus is moeilijk om daar een uitspraak over te doen, dus daar ga ik me ook niet aan wagen. Maar ik vind het wel goed dat inderdaad, toch wel net wat u zei, als je beseft dat je als land het niet gaat aankunnen, dat je vanaf het begin streng bent en ook inderdaad zegt, nou sorry mensen, maar 8 uur in je huis en laten we hier geen grapjes mee maken. Dus dan, ja, dat zijn dat. Ja, precies. Kijk, hier heb je geen avondklok, maar wel die grenzen naar Nederland, Duitsland, ja, en Frankrijk, Luxemburg, die zijn wel gesloten voor ja, vakantiegangers of, ja, of dat dergelijke. Ja. Dus dat wel, maar voor de rest ben je vrij. Het is ook zo dat je ook niet zomaar naar een andere stad kan rijden. Dus je moet wel in je eigen stad ja, blijven. Ja. Of ja, ja, ja. En zo. Ja. Oké. Okay. En dan wil ik u tot slot nog vragen. U bent trainer. Wat kunt u onze Surinaamse voetbaljongens, de jongeren, de kinderen die u normaal in België traint, meegeven om een hart onder de riem te steken om deze periode door te komen zonder naar buiten te kunnen gaan en te kunnen voetballen? Wat zou u aan hun willen vertellen? Ja, kijk, daar is het. Ik denk ze moeten gewoon blijven oefenen. Blijven oefenen. Er is heel veel oefenstoffen en zo op YouTube. Dus die kunnen ze sowieso, daar kunnen ze kijken en hun oefeningen doen. Dus gewoon bezig blijven. De meeste mensen die hebben toch wat ruimte daar op hun erbe. Ja. Eigenlijk moeten we u vragen om een paar oefeningen voor te doen, want niet alle jongeren hebben YouTube, hè? Wat ik weet is, wij sturen wel voor de jongens van de voetbalschool, ja, die krijgen wel de oefeningen van ons, dus, ja, dus dat. Er zijn meerdere clubs in Suriname, ik weet niet wat zij doen met hun jongens, maar wij doen dat wel. Dus, ja, oké, okay, prima. Helemaal goed. Dank u wel daarvoor. Heel veel succes tijdens deze coronaperiode, ook aan de andere kant van de oceaan. En ik zou zeggen, we spreken elkaar wanneer het leven weer enigszins is opgepikt. Zeker. Veel succes, zeker, veel sterkte aan u en uw gezin. Oké, dank u. Ook hetzelfde daar in Suriname. Dank u wel. En dat het niet meer wordt dan wat nee, het al is. Precies. Hopelijk komen we deze periode veilig door. Zeker. Okay, goedenavond. U blijft. Oké. Leuk om te zien dat Surinamers hun land niet vergeten zijn, ook in deze tijd. Want u heeft het gehoord van Dennis, hij probeert op allerlei leuke manieren voetbal nog steeds hier bij de jonge kinderen levend te houden in de Dennis Bynoe voetbalclub. Dus, bedankt voor het kijken. Wilt u ook in Q-Time zijn, stuurt u ons een berichtje en wie weet bent u onze volgende gast. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.